We gaan de South Bay cardigan haken. Ik ben de eerste en gelukkige die dit patroon heeft gemaakt. Jullie kennen waarschijnlijk al wel de South Bay stola, of de shawl, of de poncho, of een bedsprei. Wij gaan vandaag een vest maken. Dat is één patroon en dat is voor alle maten aan te passen. We gaan hem van boven naar beneden haken. We gaan eerst de kraag haken, dus het gedeelte op de schouders. Dan gaan we de body vormen van de vest. En dan gaan we de mouwen maken. En als laatste gaan wij de rand afwerken. En als je de rand gaat afwerken, dan heb je gelijk de mogelijkheid om er even een knoopsgaatje in te maken indien jij hem gesloten wenst te hebben. Ik heb van Durable heel mooi garen toegezonden gekregen. De Durable Brei Katoen. Onovertroffen. Dat is de kleur Ecru. Dat is kleur nummer 87. Advies. Naald is maat 2,5-3 mm. Ik ga deze op naald 3 mm haken, want het hoeft niet een super strakke patroon te worden. Het mag een beetje losje zijn. Het is voor de zomer, het is van 100% katoen. Je kan deze was op 60 graden. Je mag hem ook strijken indien je dat wilt. Nou ja, goed, haakwerk hoef je in principe niet te strijken. Nadat je klaar bent, gewoon even goed nat sprayen, ophangen buiten over de lange kant, dus over de onderkant van de vest. En dan zullen de steken zich verder gaan zetten. Deze garen ga ik het mee maken. Ik ga voor mezelf maat 36 haken. Ik ga jullie alles stap voor stap uitleggen hoe je het moet maken. Dus ik zal zeggen, laten we beginnen. En nogmaals, super bedankt voor het garen Durable. En dan gaan wij starten. Eerst starten met een ketting opzetten van een meervoud van 16 lossen. Als jij 4x16 voor de terugpand hebt, moet je ook 4x16 voor het voorpand hebben. Ik ga beginnen eerst met een lus op te zetten. En die trek ik goed aan. Dus die telt niet mee. Zorg ervoor dat als je straks je laatste steek gaat maken, dat je werk niet gaat ontrafelen. Omdat die lussen natuurlijk wat los gaan raken. Nu gaan we tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nou, dit kan natuurlijk nog nooit of te nimmer over je schouders heen vallen. Dus dan gaan we nogmaals 16 bij haken. 16 lossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nou, zo ga je door tot de ketting over de schouders en bijna vooraan kunnen sluiten. Dus hij moet over de schouders heen liggen. Goed, ik heb een ketting van 8 keer 16 lossen opgehaakt. Nu gaan we beginnen met 3 lossen haken. 2, 3 plus 1 erbij. Dat zijn dus 4 lossen. Ga je kijken, als je hem zo houdt, 4 lossen, dan is dit de 5e, de 6e sla je over, de 7e sla je over en in de 8e lus gaan we gelijk beginnen met een V-steek. Dus draad om de naald. Ik heb de voorkeur om onder 2 lussen door te gaan. Als jij liever onder 1 lus doorgaat, mag dat ook. Ik doe hem onder 2. Zo. 3 lossen. En in diezelfde steek een stokje erbij. Dus 3 lossen voor de ketting. 3 lossen voor het eerste stokje. Plus 1 lossen om de ruimte te overbruggen. Daarna een stokje. 3 lossen en een stokje in de volgende steek. Nu gaan we 1 losse haken. Dan slaan we van de ketting 1, 2, 3 steken over. En in de 4e, de 5e en de 6e maak je ieders 1 stokje in. Dus 1 stokje, het tweede stokje en het derde stokje. Nu weer 1 losse. Dan sla je 1, 2, 3 los op de ketting over. En in de 4e maak je weer een V-steek. Een V-steek is dus een stokje
drie lossen, plus een stokje. Nu weer 1 losse. Zij 1, 2, 3 steken van de ketting over en in de vierde, vijfde en zesde maak je ieders 1 stokje. Zo, dat is nummer 1, nummer 2 en nummer 3. Het herhaalpatroon. Maar we gaan nu het eerste hoekje van de schouder creëren. Als jouw voorpand iets groter moet zijn, dan ga je doorhaken. Je moet gewoon passen. En kijken hoe breed jouw voorpandje moet zijn. Voor mij is dit genoeg. Je moet rekening houden dat er nog een rand langs gaat komen van ongeveer 2 vingerbreedtes. We gaan nu in de volgende steek gaan we een dubbele V-steek maken. Dus we gaan eerst 1 losse haken, want altijd na een patroon komt er 1 losse. Dan sla je 1, 2, 3 lossen over van de ketting in de vierde gaan we een dubbele V-steek maken. Dat wil zeggen 1 stokje, 3 lossen, een stokje erbij in dezelfde steek, 3 lossen. En nog een stokje in dezelfde steek. Nu heb je de V-steek gecreëerd op de hoek. Nu maak je 1 losse. Sla je 1, 2, 3 steken over. In de vierde, vijfde en zesde maak je weer ieders 1 stokje. 2 en nummer 3. Nu gaan we de volgende hoek creëren. Dus gaan we eerst 1 losse haken. Dan gaan we 3 steken overslaan. En in de vierde maken we weer een dubbele V-steek. Dus het begint met een stokje. 3 losse. Nog een stokje. 3 losse. En nog een stokje. Ik haak nu alvast mijn ene losse. Om even zekerheid te hebben dat mijn steken niet gaan vliegen. Zo, wat hebben we nu? We hebben het voorpandje. Het linker voorpand. We hebben de eerste hoek en de tweede hoek gecreëerd. Plus de eerste 3 stokjes wat precies in het midden van de schoudernaad valt. Nu ga je door, zoals je hier ook gehaakt hebt. Met 3 steken overslaan, 3 stokjes op rij. Een losse, 3 steken overslaan, V-steek. Een losse, 3 steken overslaan, 3 stokjes, enzovoort. Net zo lang tot je aan de volgende zijde bent aangekomen van het werk. Ik ben rondgehaakt en ik heb in mijn laatste steek het ene stokje gehaakt. Als je nu ziet, heb ik aan de achterzijde in totaal 1 sectie van 16 meer dan aan de vorige zijde. Dit zal de opening worden. Dus ik heb, even tellen, 1, 2 V-steken aan de voorkant, aan beide kanten. En de achterkant heb ik 1, 2, 3, 4, 5 V-steken. Er zijn de hoeken niet meegeteld. Dus als je 1, 2, 3, 4, 5 aan de achterkant hebt, dus aan de rugkant, heb je 4 in totaal aan het voorpandje. Het kan ook zijn dat je 7 aan het achterpand hebt en 2 aan iedere kant voor. Dat is ook mogelijk. Dus let daar even op dat je aantal achter altijd 1 V-steek plus 3 stokjes meer is dan aan de voorkant. We gaan nu starten met toer 2. Toer 2. We gaan beginnen met 3 losse te haken. Voor het eerste stokje plus 1 erbij om de afstand te creëren. Dan draaien we het werk. Dan kijken we tegen de goede kant van het werk aan. Dan gaan we direct naar dit waaiertje, dus naar de V-steek hier. In die V-steek haken wij 7 stokjes. Dus nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. 4.
5, 6 en nummer 7. Ook hier geldt weer voor en na het patroontje 1 losse haken. Gaan we door naar de 3 stokjes. In het middelste stokje haak je 1 stokje. Ook weer 1 losse erachteraan. Dan gaan we door naar de volgende V-steek. In de volgende V-steek haak je weer 7 stokjes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en nummer 7. Nu weer 1 losse. In het middelste van de 3 haak je weer 1 stokje. 1 losse. Nu zijn we aangekomen bij de eerste hoek. Hier bij de dubbele V-steek gaan we in de eerste V-steek 7 stokjes haken. Dan maken we 1 losse en in de volgende haken we ook 7 stokjes. We gaan beginnen. In de eerste V-steek 7 stokjes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en nummer 7. Nu 1 losse. En dan in de volgende, dus in de andere kant van de dubbele V-steek, haak je weer 7 stokjes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en nummer 7. 1 losse. Dan ga je naar de 3 stokjes en in het middelste stokje haak je 1 stokje. 1 losse. En nu zijn we bij de andere dubbele V-steek aangekomen. Ga je weer 7 stokjes haken, 1 losse en in de volgende ruimte ook 7 stokjes. Gaan we beginnen. Eerste stokje. Tweede stokje. Derde stokje. Vierde stokje. Vijfde stokje. Zesde stokje. En dat is nummer 7. 1 losse. En in de volgende ruimte ook weer 7 stokjes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 losse. Dan ga je door naar de 3 stokjes en in het middelste stokje haak je weer 1 stokje. 1 losse. En in de volgende V-steek 7 stokjes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 losse. En nu ga je blijven herhalen. Stokje in het middelste van de 3 van de vorige toer. 1 losse en dan weer 7 stokjes. Doorgaan tot en met de volgende hoek. Dus in de eerste hoek haak je weer 7 stokjes, een losse en in de volgende deel van de dubbele V-steek ook weer 7 stokjes. 1 losse, stokje in de middelste van de 3, 1 losse en in de laatste hoek weer idem. 7 stokjes in de eerste V-steek, een losse, 7 stokjes in het tweede deel van de dubbele V-steek. En dan haak je door tot het begin. Dan eindig je met 7 stokjes in de laatste V-steek en dan zal ik je laten zien hoe je moet eindigen in deze toer. Goed, ik heb het laatste waaiertje in de V-steek gehaakt van 7 stokjes plus 1 losse. Als we nu naast het stokje kijken, zie je de eerste steek. Die sla je over. En in de steek daarnaast gaan we inhaken. Hier dus. Dus 1 steek overslaan en in de volgende steek je de naald in. En daar maak je het eerste stokje. Zo. Nu heb je een mooi hoekje gecreëerd. Dan gaan we door met de volgende. We gaan eerst weer 4 lossen ophaken. 1, 2, 3, 4 lossen. Dan keren we het werk. Dan gaan we naar het derde stokje op zoek. Dus de eerste 2 stokken slaan we over. 1 en 2. En in de derde en in de vierde en in de vijfde haken wij ieders 1 stokje. Dus de eerste 2 overslaan. In de derde, hier.
In de vierde en in de vijfde haken we één stokje. Zoals hier, 3 lossen plus 1 is 4. Dus hier ook weer 1 losse. Nu ga je door naar het losse stokje wat hier staat. En daarop haken wij een V-steek. Dus we gaan nu het patroon weer opnieuw opbouwen. Stokje, 3 lossen. Plus een stokje erbij in dezelfde steek. Weer 1 losse. Slaan we de eerste 2 steken van de 7 over. En dan gaan we de derde, vierde en vijfde weer een stokje maken. 1, nummer 2... en nummer 3. 1 losse. Na het volgende stokje, daar maak je een V-steek bovenop. Dus we maken nu eigenlijk weer het basispatroon voor de stokjes in de volgende toer in te kunnen maken. Zo. Nu zijn we aangekomen in de hoek. Ga eerst 1 losse haken. De eerste 2 stokken slaan we over. In het derde, vierde en vijfde maken we een stokje. Dus dat is gewoon nog normaal. 1, 2 en het derde stokje. 1 losse. Tussen die 2 rijen van 7 stokjes hadden we een losse ruimte gemaakt. In die losse ruimte gaan we een dubbele V-steek maken. Dus het was een stokje, 3 losse, stokje, 3 losse, plus nog een stokje in dezelfde ruimte. Nu hebben we weer een dubbele V-steek gecreëerd. Die dubbele V-steek gaan we straks weer vullen met 2 keer 7 stokjes met een losse tussenin. 1 losse. En nu gaan we weer de derde stok opzoeken. Dus de eerste 2 slaan we over. En in de derde, vierde en vijfde maak je weer een stokje. 1, dat is de derde, dat is het vierde en dat is de vijfde. Dus 3 stokjes op een rij. Nu weer 1 losse. Naar de volgende losse stok van de vorige toer. Dan maak je een normale V-steek bovenop. Een stokje lossen en 3 lossen en een stokje. 1 losse. En dan gaan we naar de derde, vierde en vijfde stok. Daar maken wij een stokje in. Dus in de derde steek het eerste stokje. In de vierde het tweede stokje. En in de vijfde het derde stokje. En nu zijn we aangekomen bij de andere kant van de schouder. 1 losse heb ik al gehaakt. Dan ga je precies tussenin, dus in die losse ruimte, weer een dubbele V-steek maken. Stokje, 3 lossen. Stokje, 3 lossen, plus nog een stokje, 1 losse. Dan hebben we de volgende V-steek, dubbele V-steek gemaakt. Die gaan we in de derde, vierde en vijfde steek van de vorige toer weer een stokje maken. 2 en nummer 3. 1 losse. En weer in het stokje van de vorige toer een V-steek. En nu ga je de toer herhalen tot je weer terug bent bij de andere kant van de schouders. En daar ga je weer hetzelfde doen. Dus tussen de 2 keer 7 in maak je een dubbele V-steek en de rest herhaalt zich vanzelf. Hier heb je de volgende schoudernaad eigenlijk. Ook weer een dubbele V-steek in de losse ruimte. En dan zien we elkaar terug als ik hier de laatste 3 stokjes heb gemaakt om te laten zien hoe deze toer te sluiten. Goed, ik heb mijn laatste 3 stokjes in het middenstuk gedaan van de waaier. Nu gaan wij de toer sluiten. Ik heb er 1 losse opgehaakt en dan gaan we de laatste stok in de derde lus vanaf het begin plaatsen. Dus dat wil zeggen dat je 1 steek vanaf je waaiertje weghaalt. Daar dus niet haakt, dus je sla je over. En in de volgende maak je een stokje. Zo. Dan zul je zien dat deze rand hier rechtdoor blijft gaan. Dan haak je weer 3 lossen. Plus 1 om de afstand te bewaren. Omdraaien. En dan ga je de toeren weer herhalen. Er zijn nu 2 herhaaltoeren. 1 toer met waaiertjes. Plus 3 stokjes in het midden van de voorgaande waaier. De toer daarna maak je 7 stokjes plus 1 in het midden. De toer daarna maak je weer op die ene in het midden een V-steek. En in de andere weer 3 stokjes. Je blijft deze toeren herhalen tot deze 2 punten, als je die bij elkaar zou pakken, onder de oksel elkaar kunnen aanraken. Dan heb je de breedte bereikt van de armsgaat. En dan ben je klaar met de kraag te maken. Dus het bovendeel van deze vest, deze cardigan. Dus deze punten moeten elkaar kunnen
aanraken. En zorg daarvoor dat je eindigt in het toeren met stokjes. Dus de 7 stokjes in de V-steektoer. Ik heb mijn South Bay cardigan zo ver doorgehaakt dat als ik hem dubbel zou vouwen, dat deze punt en deze punten elkaar zouden raken onder de oksel. Hier komt straks je nek in en dit is de voorkant, dit is de rugband. Dus wat gaan we doen? Ik heb nu dus de toer afgemaakt met de waaiertjes. Ik heb in totaal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 toeren met volle waaiers gemaakt. Dus tel ik alleen even de toeren waarmee ik de 7 stokjes in de V-steek heb gemaakt. Tot daar ben ik geëindigd. En als ik hem nu dubbel zou vouwen, als ik hier het midden pak en ik leg hem dubbel, dan zouden die punten en deze punt, als ik die bij elkaar doe, elkaar onder de oksel kunnen raken. Het zal niet super strak zijn, maar ook niet super los. We gaan beginnen met de toer om de armsgaten met elkaar te verbinden. In de hoek gaan wij punt A met punt B verbinden. Dus dit is het voorpandje wat ik zojuist heb gehaakt. Hier is het voorpandje. En dan gaan we het deel wat wij tussen de schoudernaden hebben gehaakt, gaan wij overslaan. We gaan gelijk hierheen. We beginnen allereerst in de eerste hoek waar de dubbele waaier zit. Beginnen met 1 stokje. Dan 3 lossen, want we gaan wel een vorm van een V-steek creëren. Dus 3 lossen. En dan ga je door naar je volgende hoek. Hier. Die pak je erbij. En dan probeer je de lus zo strak mogelijk te houden. Tussen de volgende 2 waaiers in maak je het volgende stokje. Dus het tweede deel van het V-steekje. Dan heb je dit. Een overbrugging. En dat is die centimeter extra waar ik het in het begin over had. 1 lossen. En dan ga je door met het patroon. Dus de 3 stokjes in de middelste 3 van het waaiertje. 2 en nummer 3. 1 lossen. Door naar de volgende losse stok en daar maak je weer een V-steek bovenop. En weer een losse. En dan ga je weer naar de derde, vierde en vijfde. En daar maak je ieders weer 1 stokje bovenop. Dit blijf je herhalen tot je bij de derde hoek aan bent gekomen. Dus die eerste 2 hoeken die hebben we nou met elkaar verbonden. En we gaan nu doorhaken totdat we bij de derde hoek zijn aangekomen. Dat is hier. En daarmee gaan we met de vierde hoek het tweede armsgat creëren. Ik heb de toer afgehaakt en ik ben aangekomen in de volgende hoek. Dus de derde en de vierde hoek gaan we samen haken. Steek dus de naald in de losse ruimte en dan maak ik het eerste stokje. 3 lossen. Dan neem je de volgende hoek erbij. Die leg je erbij. Zorg ervoor dat die lus strak op de naald blijft. Die mag niet goed uitrekken. Dan ga je naar de vierde hoek toe. En in die vierde hoek maak je het stokje af. Dus dan heb je de V-steek gecreëerd, alleen er is een ruimte bijgekomen. Daarom dat ik ook zeg van zorg ervoor dat het niet te strak of te los onder de armsgat zit. Er komt sowieso nog een wat lossere ruimte bij. 1 losse en dan ga je door aan het voorpandje totdat je klaar bent. En dan sluit je de toer met een stokje in de laatste steek en dan gaan we beginnen aan de vervolgtoer hiervan om ook even te laten zien hoe je het armsgat mooi kan maken zodat je geen lelijke gaten gaat krijgen. Nu zijn de 2 armsgaten met elkaar verbonden door middel van een V-steek. Je ziet dat daar ongeveer 1 centimeter ruimte bij is gekomen, zowel in de breedte als in de lengte. De toer die je nu gaat volgen, de toer van de stokjestoer, dus waar je de 7 stokjes in de V-steek maakt, is de toer van de goede kant. Dus het kan zijn dat je werk binnenste buiten zit. Draai het even om, dan kan je voor jezelf zien of het klopt. Trek het desnoods nog even een keer aan om te controleren of jij goed zit met de armsgaten. Ik heb de toer zover gemaakt. De 7 stokjes en een losse stok in het midden zijn nu aangekomen bij het armsgat en daar gaan wij verder.
in het armschat. Dus je hebt een stokje gemaakt en de laatste drie plus je losse. In het armschat zelf gaan we 7 stokjes om de ketting heen haken. Dat is dus nummer 1. Je hoeft dus niet in de steken te prikken, gewoon om de ketting heen. Dus nummer 3, nummer 4, 5, 6 en nummer 7. 7 stokjes om de ketting. Dan 1 losse. En dan ga je weer door met het patroon. Dus dan ga je weer naar de middelste van de 3 stokjes. Daar maak je weer 1 stokje op. Een losse. En weer 7 stokjes in de volgende V-steek. Dit ga je herhalen totdat je bij de volgende armschat aan bent gekomen. Dus het kettingje ertussenin. En dan gaan we samen de toer afmaken. Ik heb het laatste stokje bovenop de 3 voor het armschat gemaakt plus een losse. We gaan nu bij het volgende armschat 7 stokjes om de ketting heen haken. Dus niet in de steken, gewoon eromheen. Dus 7 stokjes om de ketting. Dat is nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Nummer 4. 5. 6. En nummer 7. 7 stokjes om de ketting. 1 losse. En dan ga je door met het patroon. Let op dat je dus niet verder gaat met het armschat, maar dat je wel echt het voorpand erbij pakt. Dus let daar even goed op. Want dan zit je straks aan het einde van je armschat te haken. Lossen en dan weer 7 stokjes. We hebben nu de toer afgemaakt. Zo dadelijk ga ik door met de volgende toer. En dan ga je alleen langs het voorpand, rugpand, voorpand. Armschaten gaan we laten doen. Je gaat nu de toeren herhalen, alleen het enige is dat je niet meer gaat meerderen. Anders hadden we hier een dubbele V-steek in de hoeken gemaakt. Dat hebben we nu dus niet gedaan. We hebben nu dus de 7 stokjes om de ketting heen gehaakt. Hier straks, voor de ketting heb je het stokje, daar maak je een V-steek. En hier maak je 3 stokjes, in de middelste 3. En daar weer een V-steek. En zo ga je door. Nu ga je de lengte bepalen voor jezelf. Ik zal straks aangeven hoeveel toeren ik gedaan heb voor mijn formaat. Ik ben 1,72 lang. Ik draag maat 36 bovenkleding, dus shirts en truien. En ik draag maat 38 broek. Dus daar heb je misschien een beetje een aanknopingspunt voor jezelf. Ik ga dit stuk haken en daarna gaan wij beginnen met de armen, met de mouwen, sorry. Je kan kiezen voor een korte mouw, driekwart mouw, half lange mouw of een lange mouw. Het is geheel aan jou wat jij het mooiste vindt. Ik ga het afhaken en als we de mouwen hebben gemaakt gaan we de bocht aanzetten en de randjes om de mouwen heen.